Dat is twee. Ja, dat is twee. Dat is lekker. Ja. Hoe ging het die sprint? Want het was een beetje chaotisch. Leek wel. Wat voor rit was het überhaupt vandaag? Ja, het was de hele dag eigenlijk super chaotisch. Klassementsmannen die zijn denk ik bang als ze minder dan 200 watt rijden. Want ja, die rijden graag de hele dag in de wind. Maar ja, daardoor krijg je zo'n soort wasmachine waarin iedereen eigenlijk over elkaar heen blijft sprinten. En de wegen waren niet echt top. Dus het was heel veel stress, heel nerveus. Maar ja, tot aan de streep eigenlijk. Maar goed, op zich hebben wij wel een aantal jongens die, ja, die goed met de fiets kunnen rijden. En we vonden elkaar heel erg mooi. En ja, we konden hem goed afzetten. Ja, ik dacht op een gegeven moment, jullie kwamen iets te vroeg. Neem ons eens mee naar die sprint. Hoe verliep die volgens jou? Ja, dat... We hebben jongens die heel enthousiast zijn, zoals Hugo, die is echt heel sterk. Maar we zeggen al de hele tijd, als we gewoon samen zijn, dan moeten we gewoon een moment afwachten. Of in ieder geval probeer ik hem wijs te maken. Want als die gewoon aangaat, dan kunnen we makkelijk over iedereen heen komen. En dan moeten we gewoon zorgen dat we tot aan de streep doorkomen. Maar hij ging altijd nog te vroeg, en zeker met dat hupje en de tegenwind. Maar ja, gelukkig ging het wel nog altijd vrij hard, waardoor eigenlijk de rest ook niet echt op het gemak zat. Want ik keek om en iedereen zat eigenlijk al achter elkaar en met de mond open. Dus ja... Toen had ik al wel heel veel vertrouwen in met Bini op zo'n aankomst. Twee ritzegers nu. Die groene trui, dat kan wel het volgende doel worden. Ja, dat wordt langzamerhand wel een grote doel. Ja, zeker. Want ja, hij laat het eigenlijk in de vlakke sprint zien. En dan hier pakt hij ook al de volle map. Dus ja, dat ziet er wel zeker goed uit. Ja. Is maar zo oranje vanavond. Ja, ik zou het bijna vergeten. Geniet van.